de Kitty Cats. Wij zijn leuk. Maar ik ben leuker. Miauw. De goudvis. De Kitty Cats hadden papa en mama gevraagd om een huisdier. Jullie mogen je ogen weer open doen. Oh, wauw. Kijk, een goudvis. Zullen jullie goed voor haar zorgen? Jullie moeten haar voeren en het water verversen. Dat gaat jullie vast wel lukken. Geweldig! Miauw, 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 miauw! We moeten samen heel goed voor ons nieuwe huisdier zorgen. Laten we haar voeren. Geef haar maar een lekker stukje brood. Nee, dan zorgen we niet echt goed voor haar. We moeten haar iets geven wat echt lekker is. De kittens wilden de vis een groot stuk van papa's taart geven. Kijk, visje, eet smakelijk. Nee, huh? Oh, wacht. Huh? Jullie kunnen niet zomaar van alles in de vissenkom doen. Dit is speciaal vissenvoer. Vissen eten maar heel weinig. Dus je hoeft er maar een heel klein beetje te geven. Ik zou echt nog uren naar haar kunnen blijven kijken. Het is heerlijk buiten. Gaan jullie maar even lekker in de tuin spelen. Even een frisse neus halen. Mag de vis met ons mee naar buiten? Natuurlijk mag dat, lieverds. Maar wees wel voorzichtig met haar. De Kitty Cats lieten vol trots hun nieuwe huisdier aan hun vriendje zien. Ik vind haar echt ontzettend prachtig. Ze kan echt super, super goed zwemmen. Mag ik haar eten geven en een stukje met haar gaan wandelen? Oh, dat wil ik ook! Dat wil ik ook! Ik ook! Boris, je bent lang genoeg geweest. Nu mag ik. Oh, de vis kijkt een beetje verdrietig. Misschien kunnen plaatjes van zeedieren haar een beetje opvrolijken. Dit is een inktvis. En dit is een blauwe vinvis. Ik denk dat dat boek haar alleen maar verdrietiger maakt, hoor, Pudding. Ik vrolijk haar wel op. Blije, blije, blije vis. Oh. Misschien heeft ze honger. Hij is leeg. Ik weet al wat er is. Weet je nog? Mama zei dat vissen maar heel weinig eten. En wij hebben haar het hele potje gegeven. Oh, dat arme visje. Wie zou daar nou niet verdrietig van worden? Stel je eens voor dat iemand zoveel eten in jullie kamer gooit. Oh, en het water moet nodig verschoond. Weet je, het water is voor een vis wat lucht is voor ons. Stel je toch voor dat de lucht hier ineens net zo vies was als dat water. Het stinkt hier echt verschrikkelijk, zeg. Je hebt gelijk. Ik snak naar frisse lucht. Ik denk toch niet dat jullie drie al klaar zijn om voor een huisdier te zorgen. Dus ik breng de goudvis maar weer terug naar de dierenwinkel. Nee, mama, wacht. Geef ons alsjeblieft nog een kans. Ik beloof je dat we nu wel goed voor haar gaan zorgen. We geven haar maar een beetje te eten, niet te veel. En verversen iedere dag het water, beloofd. Nou, zo te zien voelt de vis zich alweer stukken beter. En deze regenboog is voor in haar kom. Daar zal ze zeker veel plezier aan beleven. Geweldig! Miauw, 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 miauw! Dit was het verhaal over hoe de goudvis bij de familie kwam wonen. En hoe de Kitty Cats goed voor haar leerden te zorgen. Wie is het stilst? Op een dag wilde mama werken aan haar nieuwe modeontwerpen. Mama! We willen een piratenschip bouwen in de tuin. Want dan kunnen we avonturen beleven op zee. Wat een leuk idee. Roep me maar als het schip af is, lieverds.
Maar we hebben nog wat nodig, zoals dozen, lijm, touw en misschien ook nog wat andere dingen. Oh. Mama hielp de kittens met uitzoeken wat ze nodig hadden en liep met ze mee naar de tuin. Maar weer eenmaal binnen kon ze de kittens nog steeds horen. We bouwen hem hier. Nee, we bouwen hem daar. En ze kon zich niet concentreren. Maar dat piratenschip was mijn idee. Maar ik maakte de tekening. Ja, maar ik heb bedacht hoe we hem gaan bouwen. Ja, en? Kittens, waarom spelen jullie niet? Wie is het stilst? Wie is het stilst? Ja, de kitten die het langste stil is, is de winnaar. En dan maak ik voor de winnaar een eigen vlag voor op het schip. Oh, te gek! Dat wordt dus een vlag met een ster als ik straks heb gewonnen. Ik wil een vlag met bloemetjes. Eén met een paddenstoel. Oké, jongens. Shh. Wie is het stilst is nu gestart. Wie nu als eerste een woord zou zeggen, zou het spel verliezen. De kittycats gingen verder met de bouw van hun schip. Oh. Maar dat bleek nog best lastig zonder woorden. Pudding stelde voor een mast te bouwen van oude skis. Maar Cookie dacht dat Pudding wilde gaan skiën. Oh. Midden in de zomer. Cookie snapte er helemaal niks van. Je kunt toch niet skiën op gras? Maar toen dacht Pudding dat Cookie wilde skiën. En daarna probeerden Cookie en Pudding te begrijpen wat Snoepje ze wilde zeggen. Stelden ze nu voor om het tafelkleed te gebruiken om op te skiën? Of wilden ze een spook spelen? Of wilden ze misschien een groot schilderij maken? Toen werd het toch nog duidelijk. Ze zei dat het tafelkleed heel geschikt was als zeil. Ze hoefde het alleen nog even aan mama te vragen. Maar niemand wilde als eerste praten en daardoor het spel verliezen. Door de stevige wind werd de tafelkleed bijna weggeblazen. Ze wisten wat ze moesten doen. Mama roepen. Maar wie van de kittens zou roepen en daarmee het spel verliezen? Ha, ziezo, dat is klaar. Mama! Hm? De was was gered. Mama! Maar alle drie de kittens hadden het spel verloren. Oké, jongens, wat moet er op jullie vlag komen te staan? Een paddenstoel, bloemen of een ster? Wat? Maar hebben we dan niet verloren? Ja, we hebben alle drie gepraat toen we je riepen. Dan hebben we dus alle drie het spel verloren. Maar jullie hebben het zo goed gedaan. Jullie hebben het schip in stilte gebouwd. En jullie spraken alleen toen het echt nodig was. Dus jullie hebben alle drie gewonnen. Hoera! Miauw, 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 miauw! Wie is het stilst bleek een heel leuk spel. En mama maakte niet alleen een vlag voor op hun boot. Ze liet de kittens ook het tafelkleed gebruiken als zeil. De picknick! Het was een prachtige dag. Dus besloten mama en papa met Cookie, Snoepje en Pudding te gaan picknicken. De kittycats pakten alles wat ze nodig hadden. Ik ga heel veel zandkastelen bouwen. En ik ga proberen om zoveel mogelijk in de buitenlucht te lezen. En ik ga lekker redden! Oh, moet je zien, een picknickmand vol lekkers. Een picknick is geen picknick zonder een mand vol lekkers. We moeten goed opletten dat we niemand vergeten. Cookie en jij, Snoepje en Pudding. We gaan picknicken. Oké! Miauw, 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 miauw! We hebben broodjes en thee, en een picknickkleed mee.
Oh, wat is het toch fijn om lekker buiten te zijn. Oh, het is hier prachtig. Hé, waar wachten we nog op? We gaan picknicken. Wacht even, waar is de picknickmand gebleven? Dat weet ik niet. Nog steeds thuis, denk ik. Of misschien zijn we hem verloren. Oh nee, niet onze man met lekkers. Hé, we pakken gewoon het vliegtuig, halen de picknickmand en zoom, we zijn weer terug. Leuk idee, maar Cookie, vliegtuigen kunnen niet landen op een plek met bomen. Wow! Maar dan bestellen we toch gewoon een pizza, mam? Oh, Snoepje. De pizzabezorger bezorgt niet op ergens in het bos vlakbij een soort van meertje. Maar ik weet zeker dat jullie slimme vader er wel iets op weten verzinnen. Hé, een vishengel. Daar kan ik wel wat lekkers mee vangen. En dan kunnen we gaan picknicken. Terwijl mama en Snoepje op zoek gingen naar takken voor het vuur, gingen papa, Cookie en Pudding vissen. Waar is de vis, papa? Waar is hij? Waar? Vissen is vooral een kwestie van geduld. Papa, Cookie en Pudding waren wel geduldig, maar in het meer zwom gewoon geen vis. Er is hier genoeg hout voor een vuurtje. We hebben alleen een kikker gevangen. En die sprong meteen weer terug in het meer. Wat als we nou eens op zoek gaan naar eten in het bos? Dat is een goed idee. Papa, maak jij het vuur, dan gaan wij op zoek naar paddenstoelen. Oké, volg mij. Tja, we zullen toch iets moeten eten. Pudding keek in zijn paddenstoelengids welke paddenstoelen je kon eten en welke giftig waren. Kijk hoeveel paddenstoelen! Zullen we ze lekker gaan bakken, papa? Ik ben bang dat de lucifers in de picknickmand liggen. Maar we kunnen toch geen rauwe paddenstoelen eten? We wrijven stokjes tegen elkaar. Op die manier maakten ze vroeger vuur. Heb ik gelezen. Wat een goed idee, Pudding. Laten we papa helpen met blazen. Nu loopt onze picknick gelukkig weer volgens plan. Al gaat het niet als gepland, we worden toch nog verwend. Oh, wat is het hier fijn, we zijn blij hier te zijn. De paddenstoelen zijn al bijna klaar. En als dessert, bosbessen, cranberries en frambozen. Terwijl de anderen bezig waren, had mama bessen geplukt. Oh, lekker! Miauw, 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 miauw! Ondanks alle tegenslagen werd het toch nog een fantastische picknick. En iedereen was blij. De schat! Op een mooie dag brachten papa en mama de kitty cats voor een dagje naar oma. Hallo, mijn lieve kleine kittens. Fijn om je te zien, oma. Dag, mam en pap. Dag. Oh, wat gezellig zo'n dagje samen. We hebben vast heel erg veel plezier. Geweldig! Miauw, 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 miauw. Oh, ho, ho, niet rennen of springen, kittens. Maar, dan krijg je te warm, ga je zweten en dan word je ziek. Even kijken. Pjoe, geen verhoging gelukkig. Gaan jullie maar voorzichtig spelen. Ik moet nog even wat dingen doen in de keuken. De katjes hadden een springtouw en badmintonrackets meegenomen om mee te spelen. Maar wat moet je daarmee als je niet mag rennen of springen? Maar wat zullen we dan doen? We zoeken een boom om in te klimmen. Goed idee! Ho, 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 niet veilig. Niet in bomen klimmen. Je kunt uitglijden op een tak of met je hoofd vastkomen te zitten in een knoest. Of vallen, niet veilig. Blijf maar stilzitten, schatjes. Hoe kunnen we nou plezier hebben als we helemaal niets mogen doen? Ik weet iets. We spelen raak de boom met een eikel. Klinkt goed. Ik begin. Moet je zien? Oh. Nee, niet veilig.
veilig. Dan wordt hij niet met dennenappels gegooid. Wat als hij terugkaatst en op je neus terechtkomt, lieverd? Maar hoe moeten we dan spelen? Ik weet wel een veilig spelletje. We verstoppen ergens een schat. En dan moet oma gaan schat zoeken. Is goed, dat klinkt leuk en veilig. Als de schat is verstopt, roepen de katjes koud of warm tot oma hem heeft gevonden. Maar waar zullen ze hem verstoppen? Kijk! In die struik! Klaar, oma! Oma ging op zoek naar de schat. Je bent warm! Koud! Huh? Wat? Hebben jullie het koud, kittens? Worden jullie ziekjes? Dat hoort bij het spel, oma. We hebben het niet over de temperatuur. Koud betekent dat u van de schat afgaat. Koud, oma! Heel erg koud! Oh, nou krijg ik het echt koud. Je bent warm. En nog warmer. Heel erg warm. Ik heb de schat gevonden, kittens. Maar dat is niet onze schat. Onze kist is klein en blauw. Maar dit is fantastisch. Dit is mijn eigen kwijtgeraakte schatkist. Toen ik zelf nog een kleine kitten was, stopte ik hier al mijn lievelingsdingen in. Oh, oma, weet jij nog dat je een speelse kitten was? Tuurlijk, ik speelde vroeger het allerliefste badminton. En ik was er nog goed in ook. En dit springtouw was mijn andere favoriete speelgoed. Wauw, vroeger speelde oma zonder dat ze bang was om ziek te worden. Deze dennenappels komen van een boom waarvan iedereen dacht dat je er niet in kon klimmen. Maar ik kon dat wel. En het allerleukste vond ik boogschieten. Maar wat als je mist en de pijl tegen je gezicht aankomt? Het waren pijlen met een zuignap. Dus al miste ik, dan was er niets aan de hand. Huh? Oh, dat is mijn oven die piept. Ik moet even naar de keuken. Met oma kun je dus wel plezier hebben. Maar waarom mogen wij dan geen plezier hebben? Mijn lieve kittens, we gaan plezier maken. Maar eerst snoepen we lekker van deze koekjes. Oma had lekkere muntenkoekjes gebakken en daar de schatkist mee gevuld. Jij bent de beste schat van allemaal, oma. En jullie zijn mijn beste schatten. En wil iemand van jullie nog leren hoe je moet boogschieten? Oh, leuk! Miauw, 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 miauw! Toen oma haar kittenherinneringen vond, herinnerde zij zich weer hoe het was om jong te zijn. En de rest van de dag sprong en rende oma samen met de kittens in het rond. Zondag. Op een vroege zondagochtend ging mama naar de sportschool. Ze liet Cookie, Snoepje en Pudding thuis bij papa. Ik ga even naar de sportschool. Veel plezier. Ik zal goed voor de kittens zorgen. Redden jullie het zonder mij? Natuurlijk wel, mama. Ja, we vervelen ons nooit bij papa. Ja, daar heb je gelijk in. Dag, lieverd. Pap, zullen we met de poppen spelen? Hey, pap, zullen we schaken? We gaan darten. Oké, mijn allerliefste kinderen. Met de poppen, schaken en darten. Hoera! Miauw, 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 miauw. Maar waar was papa? Kom al, je zou toch met ons spelen? Ja, ik kom al, mijn allerliefste kinderen. Dit gaan we doen. Miss Kitty Lou moet deze mooie nieuwe jurken passen. Kijk, ik heb het schaakbord. Ik ben wit. Magneet darten. Hier, pap, hou het bord vast. Dat klinkt hartstikke leuk. Oké, daar gaat ie. Hoera. Oh nee, papa is weer in dromenland. De lieve kittens gunden hun hardwerkende vader zijn welverdiende dutje. Nou ja. Wakker worden! Dat kriebelt. Hoe krijgen we papa ooit weer wakker? Ik weet misschien wel hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen. Oh papa, ik sproei je wakker! Maar Pudding, als hij nat wordt, dan wordt hij misschien verkouden. Hartje! Misschien kunnen we iets
wat heel veel lawaai maakt naast hem neerzetten. Hé, hey, papa! Maar Cookie, dan laten we papa misschien vreselijk schrikken. Hoe maken we hem dan wakker? Moeten we hem wel wakker maken? Misschien is het beter om hem gewoon te laten slapen. En als hij straks wakker wordt, zit hij weer boordevol energie om met ons te spelen. Goed idee! Shh. Miauw, 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 miauw. Welterusten. En denk je dat hij genoeg heeft geslapen? Nog niet helemaal. En nu? Ik denk het wel. Ik weet het niet zeker. Zullen we hem dan maar wakker maken? Is goed. Laat mij maar. Hallo, als ze me zoeken, ik hou een inspectie in de fabriek. Nog even hoor. Ik heb een geweldig idee. Als mama slaapliedjes zingt, dan slaap ik veel beter. Laten we voor hem zingen. Luister, katjes, papa gaapt. Doe maar zachtjes, want hij slaapt. Lieve papa, droom maar zacht, want wij houden wel de Ik kan zien dat spelen met papa helemaal niet saai was. Wakker worden, slaapkoppen. Ik ben thuis. Oh, ik ben 100% wakker, hoor. Ik ben al uit de veren. Opstaan, jongens. Kom op. Mogen we nog even blijven liggen? Ja, want het is zondag vandaag. Ah, dat is ook zo. Blijf nog maar even liggen. Maar papa en ik gaan nu lekker buiten spelen en met deze frisbee gooien. Hey, dat wordt leuk, jongens. Kom mee. Wat? Heb je daar echt een frisbee? Geweldig! Miauw, 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 miauw! Of je nu een dutje doet of met elkaar speelt, zondag is altijd een fijne dag. De papegaai! Papa was weer eens druk met het verzinnen van nieuwe recepten. En dan haal je de versgebakken cookies voorzichtig uit de oven, bedek ze met een dikke laag snoepjes en vervolgens met een dikke laag frambozenpudding. Oeh, dat klinkt erg lekker. Schrijf dat maar meteen op. Papa, riep je ons? Pudding, een kleine snoepje en cookie. Pap, wat zei je daar over frambozenpudding? Jullie lieve papa heeft net een heel lekker nieuw recept bedacht. Dat klopt. Kittens, voordat ik het vergeet, raad eens. De buren zijn een paar dagen op reis en hebben ons gevraagd om op hun papegaai te passen. Komt er een echte papegaai logeren? Hoera! Hoera! Miauw, miauw, miauw! Vogel, vogel, vogel! Ik heb ergens gelezen dat papegaaien kunnen praten. Kan de vogel praten? Wat geweldig! Nou, doe maar, vogel, zeg iets. Wees niet verlegen, zeg iets, zeg iets! Misschien wil ze niet praten als ze in de kooi zit. Nou, dan laten we haar eruit. Oké, we luisteren. Misschien heeft ze wel trek. Nou, wat zeg je dan? Zeg maar bedankt. Wat je moet zeggen is bedankt. Misschien houdt ze wel van snoep. Wil je wat snoep, meisje? Nog niet. Dat mag pas als je alsjeblieft zegt. Misschien is ze nog heel klein en weet ze nog niet hoe ze moet praten. We gaan het haar leren! De kiwi-cats dachten na over welk woord ze haar het beste konden leren. Hmm. Weet je wat we haar wel kunnen leren? Boe! Als de buren dan thuiskomen, kan ze ze laten schrikken! Maar wat als ze dan niet alleen de buren laat schrikken? Wat als ze iedereen gaat laten schrikken? Boe! Ha? Misschien kunnen we haar dan iets leren als, iets als gefeliciteerd. Want dat is een woord wat iedereen graag hoort. Maar Pudding, gefeliciteerd is wat je zegt als er iets goeds gebeurt. En niet zomaar. Gefeliciteerd! Gefeliciteerd!
zo. Je hebt gelijk, als ze dat zegt, laat ze niemand schrikken. Hallo. 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 Ah. Hallo. Ah. Hallo. 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 Oh, wat? Kittens, kunnen jullie even ergens anders gaan spelen? Ik schrijf een recept en nu is het laatste ingrediënt ineens hallo. Wat moest er ook alweer gebeuren nadat je de koekjes uit de oven hebt gehaald? Haal de koekjes voorzichtig uit de oven, bedek ze met een dikke laag snoepjes en vervolgens met een dikke laag van boze pudding. Ah. De slimme papegaai had papa's recept keurig onthouden. Bedankt, dat was hem precies. Oh, dus je weet wel hoe je moet praten. Bedankt, alsjeblieft. Gefeliciteerd. Boe. Maar waarom heb je niet eerder iets gezegd toen we het vroegen? Nou, lieverd, misschien waren jullie zelf te veel aan het woord. Ja, en kreeg ze niet eens de kans om iets te zeggen. Oh. Het spijt ons, papegaai. We moeten je wel de kans geven. Papegaai, hallo. Goedemiddag. Oh, geweldig. Miauw, 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 miauw. Bedankt, Cookie. Bedankt, Snoepje. Bedankt, pudding. Graag gedaan, hoor. Die avond probeerden ze papa's nieuwe koekjesrecept. En hun nieuwe vriendin praatte zoveel dat je niet zou geloven dat ze ooit stil was geweest. De danswedstrijd. Op een ochtend was er iets interessants op het nieuws. Vandaag is de grote danswedstrijd. Iedereen is welkom en de kat die het mooiste danst wint een prijs. Oh, ik hou van dansen. En ik hou van prijzen. Mogen we meedoen aan de wedstrijd? Goed idee. Dan doen wij ook mee, dan gaan we allemaal dansen. Geweldig! Miauw, 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 miauw. Ha, en dan dansen mama en ik de tango. Dan zijn die lessen niet voor niks geweest. Hey. En ik ga dansen als een ballerina. Als een elegant klein bloempje. En dan ga ik breakdansen. Nou, jongens, ik weet helemaal niet hoe ik moet dansen. Oh, dat geeft niets. Je hebt nog genoeg tijd om het te leren voor vanavond. En je broer en zus willen wel helpen. Wij leren het je wel. We proberen eerst iets simpels. Bijvoorbeeld een wals. En 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Auw, je staat op mijn pootje. Oh, sorry. 1, 2, 3, auw. 1, 2, 3, oh, mijn pootje. 1, 2, 3, 1, 2, 3, auw, auw, auw. De wals is misschien toch te moeilijk om mee te beginnen. Probeer te breakdansen. Kijk, pudding, doe maar na. Auw, volgens mij breek ik iets. Doe ik het dan goed? Misschien is volksdans iets voor je. Ik kan niet zo goed springen. Ik ben geen kikker. Oh. Doe anders de robot. Dan hoef je niet te springen. Bij die dans hoef je helemaal niets te doen. Ja, je hebt gelijk. Die dans is saai. Wat dacht je van de Ken-Ken? Die is leuk. Ik weet zeker dat ik dat niet kan. Sorry, ik wil alleen maar helpen. Zo, mijn lieve kittens, hoe gaat het hier? Het blijkt dat ik niet kan dansen, dus ik kan ook niet meedoen met de wedstrijd. Nou, als pudding niet gaat, dan heb ik ook geen zin meer. Nou, dan zullen papa en ik ook wel thuis blijven. Oh, moet dat? Nou, oké dan. Dit is allemaal mijn schuld. Ik heb een supergoed idee. We maken onze eigen familiedans. Eén die we zelf verzinnen. Eén die we allemaal kunnen dansen. Onze pudding ook? Natuurlijk, pudding krijgt de belangrijkste rol. Die avond begon de wedstrijd in het grote theater. Heel veel katten deden mee.
ik voel me een beetje nerveus. Hey joh, niet nodig. We zijn niet nerveus, toch? Hey joh, jongens. Jullie hoeven niet nerveus te zijn, liefjes. Zie je, we zijn cool. Pudding, luister. Je kunt het. Je bent gemaakt voor deze dans. Adembenemend. En tot slot, de spannende dansgroep. Twee katten en een kittycat. Kom op, Pudding. Het is jouw beurt. Meeuwauw, 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 meeuwauw. Wat een fraaie familiedans. Ik ga hem de hele dag doen. Meeuwauw, meeuwauw. En dit is Pudding, de danser waarmee het begon. De laatste punten zijn binnen en de familie Kitty Cat wint. Oh, geweldig! Meeuwauw, 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 meeuwauw. Het is fijn om een overwinning te vieren. Maar het is nog fijner als je het met je familie kunt delen. De kunstgalerie. De Kitty Cats hadden net flinke trek gekregen van het buitenspelen toen ze Carrie tegenkwamen. Hallo, Carrie. Oh, hoi. Wat ben je aan het eten? Het lekkerste soesje uit de wereldgeschiedenis. Oh, wauw. Mogen wij drieën er ook een stukje van proeven? Dacht het niet. Als jullie ook willen, dan kopen jullie ze zelf maar. Ze verkopen ze bij dat nieuwe koffietentje. Weet je wel, dat kleine tentje in de grote kunstgalerie? Een koffietentje in de kunstgalerie? Weet jij hoe we daar kunnen komen? Eerst ga je rechtdoor, voor bij de vierkante kat. Verder rechtdoor tot de schreeuwende kat. Dan rechtsaf tot de lachende kat. Dan staat er een beeld. De denkende kat. Recht daarachter staat het koffietentje. En in het koffietentje hebben ze de soesjes. Dat sloeg nergens op. Welke vierkante kat? Ik begrijp het niet, maar ik heb het wel onthouden. We gaan gauw naar huis en tekenen een kaart van de route. De Kitty Cats vonden het heel spannend om een kaart te maken voor zo'n lekkere schat. Hey, mam! Mogen we naar de grote kunstgalerie, alsjeblieft? Oh, wat fijn dat jullie lieverds interesse hebben gekregen in kunst. Maar ik ben nu even druk bezig in de keuken. Vraag papa maar. Ik weet zeker dat hij het wel leuk vindt. Zei mama dat? Luister, ik ben net zo druk als jullie mama. Maar als het om de kunst gaat, nou, dan kan dit wel wachten. Dus gaan we nu direct naar de kunstgalerie. Hoera! Meeuwauw, 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 meeuwauw! De galerie was heel groot en er hingen heel veel schilderijen. Oké, katjes, ik vertel jullie alles over de kunst. Hier hangen de klassiekers, zoals, Hey, de vierkante kat, kijk! Kom mee! Hij is echt heel grappig! Juist, dit is de kat met de parel, door Andy Haarbal. Huh? Oeh, dat is een meesterwerk. En nu de schreeuwende kat. Kijk daar! Oh, dat is ook een beroemd schilderij. Het heet Kattengejank. Oh, kijk, daar is de lachende kat. Huh? Hey. Ah, dat is de Miauw Nou Lisa. Wacht. Dan is dat daar de denkende kat. Huh? Nee. Hey, kijk! De soesjes! Papa, wil jij alsjeblieft wat lekkere soesjes voor ons kopen? Ah, is dat soms de reden dat we hier zijn? Carrie had gelijk. Dit is het lekkerste soesje van de wereld. Dit is wat je noemt een meesterwerk. Ze gebruiken toevallig wel mijn soesjesrecept. Wil je ze dan straks ook thuis voor ons maken? Ik denk het niet. Ik heb nog werk liggen. Nu ben ik met jullie naar de galerie geweest, terwijl jullie eigenlijk naar de bakker wilden. Nou, jullie hebben wat jullie willen. We gaan. Jammer dat papa geen soesjes voor ons wil maken. Want ze zijn echt heel goed. Inderdaad, maar dat was de schreeuwende kat ook. Ik vond de lachende kat mooi. Ik vond de vierkante kat juist gaaf. Maar papa denkt nu dat we de schilderijen niet mooi vonden. Ik heb een supergoed idee. We maken alle drie een schilderij voor hem. Dan weet papa dat ons uitje naar de galerie niet voor niks was. En zo waren de Kitty Cats ineens hardwerkende kunstenaars. Hè? Hey
lieverds, wat zijn jullie aan het doen? Oh, maar dat is prachtig. Hé, als we ze ophangen, hebben jullie een eigen galerie. Lieve kittens, als jullie eens wisten hoe ik van jullie schilderijen geniet. En ik denk dat ik jullie hiermee wel kan bedanken. Soesjes! De kittens vonden de soesjes van papa een groot meesterwerk. Nu is het hier net een grote, hippe kunstgalerie. Met mooie kunst en een eerste klas koffietentje. Hop. Geweldig! Miauw, 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 miauw! De soesjes van papa waren een succes. En iedereen was het erover eens dat de kunstgalerie van de Kitty Cats bijna net zo goed was als de echte. De telefoon! Op een mooie herfstdag speelden de Kitty Cats met hun vriendjes in de speeltuin. Snuffel kwam ook. Miauw! Miauw! Kijk eens wat ik van mijn vader gekregen heb. Een telefoon! Er zit een muziekapp op met heel veel liedjes. En een camera. Miauw, miauw, miauw. Maar het allermooiste is dit hier. Super cool. Perfect, ja. Geweldig. Mag ik er ook even mee spelen? En ik. En mag ik misschien ook een keer? Ik mag eerst. Kom op, kom op, go! De Kitty Cat speelde urenlang met de nieuwe telefoon van Snuffel. Ik vraag Snuffel of ik vanmiddag zijn telefoon mag lenen om een foto te maken van een slak die ik heb gevonden. En daarna mag ik hem, zodat ik kan luisteren naar mijn lievelingsliedje. En ik moet het voetbaltoernooi nog uitspelen. Wacht eens even. Wow. Hey, we vragen mama en papa of we ook een telefoon mogen. Dan hoeven we Snuffel zijn telefoon niet iedere keer te vragen. Goed idee! Miauw, 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 miauw! Nou, een telefoon is heel erg handig als je iemand wilt bellen omdat je ze iets wilt vragen. Maar je moet hem niet de hele tijd gebruiken. Stel je voor dat iedereen elkaar alleen nog maar zou spreken door de telefoon en nooit meer in het echt. Hey miauw, Cupcake. Hoe gaat het met jou? Lang niet gezien. Snap je, veel te lang. We moeten echt weer eens afspreken. Of als iedereen alleen nog maar luistert naar muziek op hun telefoon. Huh? En stel je voor dat iedereen voetbalt op een telefoon in plaats van op het veld. De bal ligt al 45 minuten stil op het veld. Boe! Jakkes, dat lijkt niet eens op voetbal. Wij voetballen liever op het veld dan op de telefoon. Bedankt, mama. Dat was lekkere soep, mama. Graag gedaan, kittens. We gaan spelen! Boris, Dart en Vlekje waren nog steeds aan het spelen met de telefoon van Snuffel. Ze konden niet meer stoppen. Goal! 10-0. Wow, wat vet, hè? Ik heb een supergoed idee. We moeten zorgen dat ze met ons gaan spelen in plaats van met die telefoon. Weer een doelpunt. Geweldig. Wat? Vlekje, heb je zin om te voetballen totdat je weer aan de beurt bent? Ja, is goed. Dart en Boris zijn trouwens toch nog voor mij aan de beurt. Ja. Cool. Zo zeg, dit is leuk. Boris, ik ga spelen. En jij bent toch eerst nog aan de beurt. Cool, ik heb weer gewonnen, net als de vorige keer. Oké, wie is er nu aan de beurt? Huh? Hey, wauw, een echte voetbalwedstrijd. Hey jongens, mag ik meedoen? Tuurlijk, Snuffel. We hebben nog een spits nodig. Komt-ie! Hoera! In het echt is het veel leuker dan op de telefoon. Miauw? Mama, ja, ik ben in het park. We zijn met z'n allen een echt potje aan het voetballen. Hoera! Miauw, 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 miauw!
Spelletjes spelen op je telefoon is leuk. Goal! Maar voetballen met je vriendjes op het veld is veel leuker. De kerstman en de wintervee. Op een winterochtend keken de kittycats door het raam naar buiten. De sneeuw is zowat gesmolten en het is al bijna kerst. Komt de kerstman nog wel als er helemaal geen sneeuw meer ligt? Nou, dan zorgt de wintervee daar wel voor. De kerstman en de wintervee hebben nog een hoop te doen voordat het kerstfeest is. Dan moeten we ze bij ons uitnodigen, mam. Dan kunnen ze lekker uitrusten en daarna sneeuw en cadeautjes maken. Geweldig! We vragen de kerstman en de wintervee op visite. Oh, wat lief van jullie kleine schatten. Papa en ik sturen wel een uitnodiging. Juist. Ja, weet je wat? Ik bel ze direct even. Miauw. Miauw. Het antwoord apparaat van de kerstman. Het spijt ons. Iedereen is druk met de cadeautjes en de sneeuw. Belt u straks nog eens. Fijne feestdagen en een dikke knuffel. Het antwoordapparaat. Het klinkt alsof ze nogal druk zijn. Kom op, vertel. Komen de wintervee en de kerstman bij ons langs? Nou, Ja, ze komen strakjes. Allebei. Vanavond. Hoera! Miauw, 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 miauw! Als we ze niet te pakken krijgen, dan verkleden wij onszelf al als de wintervee en de kerstman. Wat een goed idee, lieveling. Dan hebben we wel kostuums nodig. Oh! Maar de kostuums waren al bijna uitverkocht. Ik ben bang dat dit kostuum mij iets te klein is. En dat daar lijkt me veel te groot voor mij. Dit kan lastig worden. De kittycats keken vol verwachting uit naar de kerstman en de wintervee. Hoera! Oh. Oh. Ho, ho. Ho, ho, ho. Miauw, kleine kittens. De wintervee is in het echt veel groter. Tja, maar ik ben dan ook dol op feestelijke etentjes. Oh, dat is onze papa ook. Hey, je lacht ook net als onze papa. Nou, op de Noordpool waar wij vandaan komen, lacht iedereen op die manier. Zullen we gezellig een kopje thee drinken? Doe voorzichtig, het is heet. Waarom klinkt de kerstman zijn stem net als die van mama? Oh, dat is omdat de kerstman veel meer van koude drankjes houdt. Van warmte gaat zijn stem omhoog. En dan doen we nu samen de sneeuwdans. Hebben jullie daar een beetje zin in? De sneeuwdans, ja! Want dan begint het weer te sneeuwen. Zo te zien hebben ze niks door. Ze hebben ons niet herkend, liever. Je ziet er goed uit met die vlecht. Laat je haar maar groeien. Hé, hey, kerstman. U danst alsof u boordevol energie zit. Zo te zien bent u weer helemaal uitgerust. Betekent dat u nu ook weer de energie heeft om het buiten te laten sneeuwen? Sneeuwen? Oh. Ga weg, Bart. Hey, dat is gewoon onze papa. Ja, en dat is gewoon onze mama. Ik wist al de hele tijd dat jullie het waren. Maar waarom zijn jullie verkleed als de kerstman en de wintervee? De echte kerstman en wintervee waren te druk om vanavond langs te komen. Ik vind jullie de beste kerstman en de beste wintervee ooit. Jongens, kijk! Het begint te sneeuwen! Dus daarom hadden de kerstman en de wintervee het vanavond zo druk. Ze waren verse sneeuw aan het maken. Geweldig! Miauw, 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 miauw! Kittens, luister eens, de kerstmama. En papa de wintervee hebben misschien nog wat cadeautjes voor jullie bij zich. Papa en mama hadden wat kleine cadeautjes voor de kittens meegebracht. Ze pakten hun pakjes uit, terwijl de sneeuw buiten zorgde voor een winters landschap. Het kookprogramma. Op een ochtend stonden de kittycats fanatiek mee te doen met een van mama's trainingsprogramma's. Het ontbijt is klaar. Joehoe.
krijgen we alweer, pap. Dat krijgen we elke dag al als ontbijt. Straks komt de pap nog uit mijn oren. Pap is goed voor jullie kinderen. Eten jullie je bordje leeg? Dan ren ik nog even naar de winkel voor een lekker tussendoortje. Ah. Hm? Ah. Hey daar, wil je alleen nog maar lekkere dingen eten? Lekkere maaltijden waar iedereen van geniet? Kijk dan voortaan naar Kater's koopprogramma. Wow! Jongens, we moeten zelf een kookprogramma beginnen. Ja, dan maken we het lekkerste ontbijt wat er bestaat. En geven dat aan papa en mama. Geweldig! Mee wow, mee wow, mee wow, mee wow! En dus pakten de Kitty Cats hun favoriete eten uit de koelkast. Wat voor ontbijtje zullen we maken? We maken een soort kleine taartjes, met jam erin. Maar om taartjes te maken moet je deeg maken en rollen en zo. En wij weten helemaal niets hoe dat moet. Nou, dan maken we toch lekker een soort worstenkoekjes. Maar we mogen niet aan de oven komen en we weten ook niet hoe die werkt. Vergeleken met dit is pap nog best wel lekker. Als we niet kunnen koken, dan is een kookprogramma niets voor ons. Nou ja, ik bedoel alleen... Ik heb een heel goed idee. We maken een salade. Dan hoef je alleen maar verschillende dingen bij elkaar in de kom te doen, toch? Ja! Dus maakten de Kitty Cats een salade van kaas, vis, room, jam en fruit. Wat zijn jullie daar aan het doen? Mama, we maken ons eigen kookprogramma. We maken de lekkerste salade uit de geschiedenis van de hele wereld. Je bent precies op tijd voor het moment waarop we het gerecht gaan proeven. Interessant. Verontrustend, maar interessant. Papa was precies op tijd wakker. Goedemorgen allemaal. Oeh, dat ziet er lekker uit. We zitten in een speciaal kookprogramma van onze kittens. Welkom, lieve kijkers. Vandaag de salade à la Kitty Cats. Ham. 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 Niet zo gek voor een eerste poging, hè? Maar waar zijn we nu aan het eten eigenlijk? Dit is vreselijk. Vreselijk is zacht uitgedrukt. Maar hoe kan het dat onze salade zo vies is? Alle ingrediënten zijn juist super lekker. Vis en suiker, room en banaan. Ja, en augurken en worst en ketchup en jam. En lekker veel van mijn lievelingskaas. Nou, het is in ieder geval een bijzondere salade. Mengen is goed, maar belangrijk is dat je dingen uitzoekt die goed bij elkaar passen. Jullie hebben nu geleerd dat je niet zomaar alles bij elkaar kunt doen wat je lekker vindt. Ik heb een idee. Waarom eten we niet gewoon een lekker bordje pap? Ja, ik lust ook wel een bordje pap. Ja, van je eigen kookprogramma maken krijg je echt heel veel trek. Aha. De pap komt er zo aan. Eerst ruim ik dit even op. Welkom, lieve kijkers. Vandaag onze speciale pap voor vijf. En kijk eens, we hebben hier lekkere jam, honing, rozijnen, noten en zongedroogd fruit wat je toe kunt voegen en wat het nog lekkerder maakt. Hoera! Mee wow, mee wow, mee wow, mee wow! En zo werd pap ineens een verrukkelijk ontbijt. En maakte de Kitty Cats van hun pap een bijzondere lekkernij. Wiebeltand. Op een dag tijdens het ontbijt voelde Snoepje iets raars. Hey, volgens mij is mijn tand aan het wiebelen. Oh, leuk. Dan vallen je tanden eruit, Snoepje. Wat? Mama, raak ik al mijn tanden kwijt? Rustig maar. Wat je verliest zijn je zogenaamde melktandjes. En als je je melktanden verliest, krijg je nieuwe tanden. En die nieuwe tanden, die hou je voor altijd. Cookie en ik hadden dat ook toen we nog klein waren. Dan krijg ik dus allemaal nieuwe tanden? Geweldig! Mee wow, mee wow, mee wow, mee wow! Snoepje liet haar tand direct aan al haar vriendjes zien. Kijk, moet je zien?
Oh, gaaf. Losse tanden. Dat is leuk. Ik vond het niet leuk toen mijn melktanden eruit vielen. Ik vond mezelf toen veel minder mooi. Toen ik ging wisselen, hoopte ik dat ik er enorme hoektanden voor in de plaats zou krijgen. Maar dat gebeurde dus niet. Als je een tand verliest, moet je hem onder je kussen leggen. Dan komt de tandenvee langs en die ruilt je tand in voor een cadeautje. Oh, wauw! Ik wil ook een cadeautje van de tandenvee. Superleuk! Is er een manier waarop mijn tand er sneller uitvalt? Nou, je zou in een appel kunnen bijten. Dan blijft je tand in de appel zitten. Maar wat als ik dan per ongeluk mijn tand opeet samen met de appel? Oh! Dan krijgt de tandenvee dus helemaal niks. Bind gewoon een touwtje aan je tand en dan bind je het andere eind vast aan een auto. Als de auto vertrekt, neemt hij je tand mee. Au! Weet je wat? Je zou hem ook kunnen vastbinden aan een vliegtuig. Maar wat als de tand te goed vastzit en niet los wil laten? Ga gewoon naar de tandarts als de tand er niet vanzelf uitvalt. Dat heb ik ook eens gedaan. Het was een donkere tandartspraktijk. De tandarts droeg een eng zwart masker. En hij wrikte en duwde en trok zo mijn kleine witte melktandje eruit. Oeh. Ha, daar heb je vlekje weer met zijn enge griezelverhalen. Tandartsen dragen geen donkere of enge maskers. In het echt zijn ze best vriendelijk, hoor. De tandarts is leuk, maar ik wil er niet naartoe. Ik wacht wel tot mijn tand er vanzelf uitvalt. Wacht. Oké, het is etenstijd. Kom je, Snoepje? Snoepje had de hele dag nog niets gegeten. En haar wiebelige tand was er nog steeds niet uit. Nu is het genoeg. Ik ga direct de tandarts bellen. Dan is die tand er razendsnel uit. Hallo? Ik wil graag een tandartsafspraak maken. Maar ik wil helemaal niet naar de tandarts. Ik ben bang, mama. Rustig maar, Snoepje. Wij gaan wel met je mee. Ja. Goed zo, Snoepje. Doe je mond maar heel wijd open. Plop. En daar is je melktandje. Is hij eruit? Ja. En binnenkort heb je een nieuwe grote mensentand. En je moet niet vergeten, je moet goed poetsen, goed flossen en niet te veel snoepen. Bedankt, meneer. Nu heb ik een tand om aan de tandenvee te geven. Geweldig! Mie wauw, mie wauw, mie wauw, mie wauw. Wacht eens even. U moet echt nog even hier blijven, papa. Daar moet nodig iets aan gebeuren. Eet u soms veel zoetigheid? Ja. Ik moet wel voor mijn werk in de snoepfabriek. Je moet goed voor je tanden zorgen. Pas op met snoep. Poets en flos 2 maal daags. Dan blijven je tanden gezond en sterk. De vlinder. Op een mooie dag hadden de Kitty Cats veel plezier in de speeltuin. Vlekje lijkt zo net een spook. Wat probeer je eigenlijk te vangen, Pudding? Mooie vlinders die ik nog niet eerder in het echt heb gezien, zodat ik ze van dichtbij kan bekijken. Ik zou zo graag nog eens een regenboogvlinder willen vangen. Haar vleugels lijken net een regenboog. Dat klinkt echt bijzonder. Zo'n vlinder zou ik ook wel willen zien. Maar weet je, die heb je hier niet. Regenboogvlinders komen alleen voor in verre tropische landen. De Kitty Cats gingen naar huis, waar hen een verrassing wachtte. Raad eens, kittens. Opa heeft ons een kistje tropisch fruit gestuurd. Is dat niet lief? Ananas. Oh! Met een rups!
Oh, moet je zien. Dat is een grote rups. Mag ik haar houden, mama, alsjeblieft? Oh, zou ze ook een grote vlinder worden? Ik denk het. Maar laat haar alsjeblieft niet door het huis lopen. Ik ben bang voor rupsen. Ik beloof je, mama, dat ik goed op haar zal passen. Geweldig! Miauw, 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 miauw! Pudding, weet je echt helemaal zeker dat die kronkelende rups straks verandert in een mooie, sierlijke vlinder? Zeker weten. Als ik heel goed voor haar zorg, dan komt het helemaal in orde. Oh! Er was eens een vlinder. Oh! Mag hij op een andere zender, alsjeblieft? Ons lievelingsprogramma begint al bijna. Jullie moeten even wachten. Onze rups wil eerst nog even naar dit programma over vlinders kijken. Nu ga je echt te ver. Wat als dat ding straks nou eens niet in een vlinder verandert? Dat doet ze wel. Wachten jullie nou maar af. Ik weet het zeker. Jij wordt de allermooiste vlinder van de hele wereld. Hoera! Eindelijk, het is zover. Wat? Wat is er? Is de rups veranderd in een vlinder? Nou, nog niet helemaal, maar al wel bijna. Ze zit nu in een cocon en als ze daar uitkomt, dan is ze een vlinder. Maar wat nou als er in plaats van een mooie vlinder een griezelig beestje uit de cocon komt? Ja, bijvoorbeeld een neushoorntor. Huh? Of misschien komt er wel een vleermuis uitgekropen. Of anders misschien wel een hele mooie betoverde vee. Fijn, nu word ik nerveus. Oh, wauw, moet je zien. Precies waar ik op hoopte. Een regenboogvlinder, jongens. Oh, moet je zien. Wat is ze mooi, hè? Kom op, we gaan het aan papa en mama laten zien. Wat een prachtige vlinder. Goed gedaan, kittens. Eerlijk gezegd hebben wij niks gedaan. Dat was Pudding. Ja, hij heeft echt heel goed voor de rups gezorgd. En nu hoeven we haar alleen nog maar vrij te laten, zodat ze kan vliegen. Samen met alle andere prachtige mooie vlinders. Kom nog een keertje langs, regenboogvlinder, oké? Zal je voorzichtig zijn? Tot ziens. Kijk eens, lieverd. Als herinnering aan jullie regenboogvlindervriendje heb ik iets speciaals voor jullie gemaakt. Hoera! Miauw, 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 miauw! Dus dankzij de goede zorgen van Pudding is de regenboogvlinder nu te zien in tropische landen en in de tuin van de Kitty Cats. De walvis. Op een dag wilde papa een foto maken van een grote walvis om mee te doen aan een prijsvraag van een natuurtijdschrift. De hele familie ging in opa's boot de zee op. Oké, even lachen. Ahoy! Haha. Is iedereen klaar voor een avontuur op zee? Oh ja! Wie wou, wie wou, wie wou, wie wou! Grote walvis, kom nou. Ik wil een foto maken. Ik dacht dat ik iets hoorde. Ik voel me niet zo lekker. Oh jee, Pudding. Dan heb je last van zeeziekte. Wat betekent dat, zeeziekte? Betekent dat dat Pudding een vissenstaart en kieven krijgt? Of verandert Pudding dan in een glaasje oceaanwater? Ik wil geen oceaanwater worden. Ik voel me al zo ziek. Cookie, Snoepje, maak jullie broertje nou niet zo bang. Je bent zeeziek wanneer je buikje een beetje van slag is door de bewegingen van de golven. Hey, Pudding, wat afleiding helpt ook. Waarom ga je niet iets lekkers voor ons vangen voorbij het eten? Hey, als je een walvis vangt, vergeet me dan niet te roepen, hè? Door het vissen voelde Pudding zich alweer stukken beter.
walvis, walvis! Hè? Oh, jammer, te laat. Snoepje hielp mama met de lunch. Oh. Misschien kun je beter die brutale zeemeeuwen voeren. Straks is er niets meer over voor de lunch. Oh, wow. Ja! Oh, nou ben ik alweer te laat. Cookie nam een kijkje bij opa in de kajuit. Het belangrijkste is dat je het roer zo houdt dat de boot mooi op koers blijft. Cookie, kom hier, probeer maar eens. Ha! Volgens mij kan ik het al best wel goed, opa, hè? Huh? Belangrijk is dat je het roer zo houdt dat de boot mooi op koers blijft. Plotseling stak er een flinke wind op. De golven werden steeds hoger. Lieve help. Oh. Wow, weer te laat. Cookie. Zorg dat je het roer goed recht houdt, oké? Ja, nou goed recht. Oeps. Al gauw ging de wind weer liggen en stopte de boot met dijk. Dat was een lekker dutje. Het is vandaag mooi rustig op zee. Hoera voor kapitein Cookie. Goed gevaren. Oké, even lachen. Oh, volgens mij heb ik beet. Hey, papa heeft zijn walvis gevonden. Geweldig! Mee wow, mee wow, mee wow, mee wow. Even lachen, jongens. Het was nog best lastig om een foto van de walvis te maken. Maar met hulp van de hele familie maakte papa een nog mooiere foto dan hij had verwacht.